Ziet het er goed uit? Ziet er top uit. Zeker met die boeken. En ook je hoofd ziet er nog niet op. Oh, onder de grond. Wauw. De snor en Walter White. Ik wil wel even zeggen dat ik deze look niet 24 op 24 rok. Dit is eenmalig. Zijn mijn camera nu gewoon scheef? Maar dat is volgens mij helemaal niet plan en dat is wat ik dat toch recht zijn. En op zich, het is audio, hè. Zoals een kutte voor het raam. Ready? Ready. Oké. Okay. What up mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Schotens en vandaag zit ik hier met de enige gast die liever een vriendin wil dan ik, Maximiliaan Vrijen. Eindelijk. Yes. De reden dat ik dat zo zeg, is omdat wij laatst samen naar Disneyland zijn geweest. Ja. Tijdens examens. Niet de beste beslissing, maar wel een leuke beslissing. Dat is eigenlijk de doel voor al je punten, of niet? Dus wat ik zei, we zijn naar Disneyland gegaan. En ik wou... Ja, misschien moeten we eerst even... Ik ga er direct over verder gaan, maar misschien eerst even uitleggen waarom wij er zo uitzien. Ja, misschien wel. Dat was voor dingen, hè. Dingen van TechMac. Een videootje van TechMac ook. Truth or Shave. Ja. Voor de mensen die dus luisteren op Spotify of iTunes, we zitten erbij. Ik heb een snor enkel. Maximiliaan heeft een... Hoe heet het? Een ringbaardje van Walter White, van Breaking Bad. Exact. Dat was voor een video van TechMac. Ik denk wel een grappige video. Ja, nog grappig. Pokeball en been. We hebben elkaar zo mogen scheren. Ik heb een stukje van mijn wenkbrauw eraf. Maar het valt niet zo op. Kun je dat zien bij mij of niet? Ik heb er Maxi, twee uit. Wacht, hè. Ik denk wel dat je dat kunt zien, ze. Ja, je kunt dat zien. Lekker marinaal. Nice. Right. In ieder geval, dat is de reden dat we er zo uitzien. Spotify boeit daar waarschijnlijk geen rol. Nee, wat ik wou zeggen, Disneyland. Ja. Wij wou eigenlijk een podcast opnemen in Disneyland zelf, om te praten over onze trip. Mm-hmm. De reden dat dat niet gelukt is ook ineens het verhaal dat ik graag zou vertellen. Het is de schuld van een derde partij. Het is de schuld. Nee, we waren in Disneyland. Wij mochten daar voor de Pride. De Pride. Hoe heet het event juist weer? De Magical Pride. De Magical Pride van Disneyland. Dat was de eerste LGBTQI+ community. Alle letters van de eerste keer erbij. Ja. Prachtig. Event dat ooit in Disneyland werd georganiseerd. En wij mochten daar gewoon aanwezig zijn. Mm-hmm. Heel vet event, vond ik, by the way. En dat park ook nog een dag erna. Mijn kater wel, maar... Klopt. Zalig feestje. Die man, die weet hoe dat ze moet feesten, zo. Ongelooflijk. Dat staat vast. Hoe heet ze? Years and Years kwam optreden. Fucking goed, vond ik persoonlijk. Dat was wel een dik feestje, zo. Dat is heel goed. En ook, het is... Je voelt je dat ook zo. Welkom in echt. Open, hè. Ja. Zo niet het gevoel dat je moet inhouden. Iedereen, ja. Het is zo niemand gaat je judgen. Het is gewoon van, doe je ding. Die man was ook allemaal doe je ding. Een paar keer nagevloten geweest. Daarin. Ja! Op een bepaald moment kregen wij gratis t-shirts van de Pride zelf. Dus wij, dat was zelfs in de backstage. Wij deden ons t-shirt uit. We deden ons t-shirt uit. Er zaten amper mensen ineens... Ik kan niet fluiten nu. Maat, heel lekker. Zo'n fluitje dus. Ik had dat niet verwacht. Ik dacht, we gaan hier backstage, zodat er niemand ons ziet omkleden. Niet dat dat zo erg zat geweest, maar dan toch dat fluitje. Maar langs de ene kant was het nog nice. Ja, maat. Complimentje, maar aan de andere kant was het wel... Beetje awkward. Nee, awkward vond ik dat niet. Ik vond dat grappig. Langs de ene kant complimentje, maar langs de andere kant zo van... Nee, toch niet. Ja, even de tepels bedenken. Zo voelen meisjes dus, zich als je op straat aan het roepen bent. Want jij doet dat, ik weet dat. Ze hebben daar een keer een sociaal experiment rond gedaan. Hè? Dat meisjes mannen navloeten en naroepen op straat. Maar die zijn allemaal van, ik vond dat niet zo nice. Maar sorry, maar als er een vrouw mij naroept van, schoon poepje. Ik zou wel nog geflatteerd worden. Eerlijk, ik zou ook denk je zeggen. Maar dat is wel anders bij meisjes. Ik denk dat dat wel veel intimiderender overkomt als een gast zou beginnen te roepen. Lekker god. Dus ik denk dat het gewoon niet te vergelijken is eigenlijk. Ik zou ook geflatteerd voelen. Ik zou zo, dankjewel. Merci, dat is mijn nummer. Is mijn nummer. En dat zij zo terug ineens zo geïntimideerd ben, is shit. Ja. Nee, maar waar was ik over bezig? Disneyland. Ja. Ja, ik weet niet, misschien moet ik het u laten vertellen. Ja. Ik weet niet wat ik allemaal mag delen van u. Ja, dus zoals het al gezegd werd, was daar een ding van wat hier en hier is dat optreden. Mm-hmm. Nu,
Het was dus een The Magical Pride, wat dat betekent mensen van de holibiegemeenschap, ja. van alle verschillende genders. Trans, pan, alles. Ja. Ja. Wat dat betekent dat er vrij weinig hetero's aanwezig waren, denk ik toch? Dachten wij. Of dachten wij. Ja. En we waren aan het dansen en plots toch twee bevallige vrouwen. Ja, twee bevallige jonge dames voor ons. Ja, mee gedanst. Ja, heel gezellig. Het waren wel werknemers. Ja, die werken daar als Disney-prinses. Overdag waren ze Disney-prinses. S'avonds waren ze Britten die... S'avonds mochten ze mee feesten op het event. Die waar ik mee aan het dansen was Rapunzel. Rapunzel, ja, ik weet niet. Welke heb je... Maar hij had een blonde, dat weet ik ja. nog. Die van nu was blond. Mij was een brunette. Maar ik denk dat die ook gewoon zou afwisselen. Zo'n begindag hier Rapunzel en ja. was ook weer een eekhoorntje daar. Ja, inderdaad, want ze zaten soms ook in van die eekhoornpakken en zo. In ieder geval, mooie meisjes, lieve meisjes. Goeie avond. Ja. Op een bepaald moment... Was het gedaan, ja. Ja, was het gedaan. Was het optreden gedaan. Was het optreden gedaan. Dus is het feestje dan ook gedaan. Nu ga ik je laten gaan. Ja, het feestje was gedaan, maar we waren ons aan het amuseren met die meisjes. Dus we hebben nog wat verder gepraat. Ja. Gepraat. Maar dus dat ene meisje waar ik mee aan het praten was, ze noemde Emma. Ja. Wow, dat maakt niet uit, die had dat toch niet verstaan. Er zijn in elke land is ja. wel Emma, volgens mij. Emma! De dingen was gedaan, dus ik praat met Emma. Maar haar vriendin, waarbij dat ze bleef slapen, was ondertussen al weg. Mm-hmm. Dus ja, ze had geen slaapplaats. Ja, de vriendin waar ze bij bleef slapen, was weg als in die stond een paar meter verder bij mij. En we waren gewoon aan het praten, terwijl jij je ding aan het doen was. En ik zat met gedachten in mijn hoofd van, ja, de Magical Pride, dat is allemaal over liefde deel met ja, elkaar. Klopt. Dus, ja, een kusje geven vind ik dat wel aanvaardbaar, hè. Klopt. Ja. Zolang het daarbij blijft, is het allemaal aanvaardbaar. Ja, als het daarbij blijft. En als je dan inderdaad ook niet bij iemand anders op de kamer slaapt, terwijl je kusje ziet. En dat die persoon, bijvoorbeeld ik, niet dat dat dit keer het geval was, dan... een half uur langer op dat evenement blijft, terwijl het gedaan is. Zodat jij je tijd hebt. Tussen onze Emma bleef slapen, was dat ja. Ik kon moeilijk... We zijn gentlemen, hè. Ja, klopt. Ik kon moeilijk zijn, sorry Emma, slaap maar op straat. Ja, nee, ik had een bed, we hadden alle twee een dubbel... Een twijfelaar, ja, of dubbel. Twijfelaar. Een twijfelaar. Bed in ieder geval. We hadden alle twee een twijfelaar, een vrij groot bed. Dus ik zei, Emma, ik heb een slaapplek, hè. Je ja. mocht mooi blijven slapen voor mij. En ik was lichtjes aangeschoten, ja. dat zeker. Klopt. En ik kwam in de hotel en blijkbaar heb ik... Maar ik weet eigenlijk echt zelf niet veel van. Dat ik dus blijkbaar effectief een half uur heb zitten zoeken naar mijn kamer. Terwijl Ender zat te wachten in de lobby. Hetzelfde half uur... Nee, dat was het niet. Ik heb een half uur zitten wachten op het evenement zelf dat eigenlijk afgelopen was. Af voorsprong. Praten met... Ja, ik heb je voorsprong gegeven. Dus ik denk, oké, half uur later... Het hotel was 5 minuten stappen of zo? Wow. 5 tot 10 minuten stappen. Ja. Oké. In ieder geval, ik kwam aan in dat hotel. Ik dacht van, oké, als ik nu gewoon rustig naar boven ga, dan zullen ze wel klaar zijn met hun dingetjes. Ik ben bijna op de kamer, krijg ik ineens een berichtje binnen. Wat is ons kamernummer? Verdomme, wat. Maar ik zat dus blijkbaar los op het verkeerde verdiep, hè. Ja, ik zat een verdiep te laag. Ja. Want het was totaal niet moeilijk. Gewoon al die kamers gecheckt. Maar ik heb geen zeven... Ik heb op de kamer waar dat we zaten, daar zat ik met mijn sleutel, maar alleen een verdiep lager. Ja. Dus stel, we zaten op 215, zat ik op 115 met mijn sleutel in die deur te doen. Dus moet je voorstellen, zat daar iemand in die kamer... Heel para, het geluid van die deur. Wie probeert hier binnen te komen? Ik dacht aan die deur, van, dat ga je niet open. Nee. Ik dacht al dat ze ons hadden gezien, ons binnenkomen. Mm-hmm. Dat ze dachten van, ja, sorry, je mocht geen extra gasten meedoen. Nee. Ik ga je niet binnenlaten in je kamer. Nee. Dus ik al een heel para van, shit, ik ga niet binnenraten in mijn kamer. Dus dat gestuurd naar u. Waar is ons kamer? Uh-huh. En van 200, ah, shit. Ja. Terug in de lift naar omhoog. Mm-hmm. Ik heb wel ook totaal niet goed slaan. Nee? Nee. Het was één veel te warm. Die airco werkte niet. Mm-hmm, klopt. En... Dat is echt wel super warm. Ik ga het ook zwetend wekker. Ja, en zo wel nog wat. Ik kan niet tegen de drank. Ik drink 2-3 rosé'tjes. En het is eigenlijk al bij mij al boeken toe voor de rest van de avond. Ja, dat was ook verraderlijk. Hè? Dan komen we naar die backstage. Was er ineens gratis drinken. Ja, dat is vragen een probleem. En er waren ook al mannen die... we zagen dat met Jan van Helden, die ook meedronk. Dus... Die zeiden van, ja, zet al maar een paar champagnes klaar. Ja, en dan stonden we daar. Oké, volg je maar. Zeg, maar ik was nog wat vroeger gestopt dan jullie. Jullie zijn nog wel even... Ik ga er volledig voor. Ja. Ik ben er volledig voor gegaan. En terecht, als er dan toch is, waarom zouden we geen profijt van hebben? Het was wel niet proper. Vrees even kater op de dag erna. Ja.
Maar ja, een dag daarna dan ook zo dat wakker worden. Ja. Ja, je wordt dan wakker met die... Het is die prinses naast u. Ja. Maar en er ligt letterlijk op... Ja. Zo, pakt zo ver van nu te slapen. Uh-huh. Dus dat was wel zo van, ja... Maar dat was ook gewoon... Ik kwam daar aan. Het was ondertussen wel eens 3:30 s'nachts. Jullie in de kamer. Ik heb nog maar net een briefje van u gekregen. Ja, kom maar af. Dus ik kom binnen in die kamer. Dat is muisstil. Maar even, als je echt aan het slapen bent, dan ademt je of zo, weet je? Dan is er iets van geluid. Dat is muisstil. Dus ik dacht van, ja, oké, okay, doe maar alsof je slaapt. Ik gewoon keiluid, we spullen op de grond, boeit al geen hol. Ik was kapot. Ik gewoon direct in slaap gevallen. Totdat ik wakker werd van jullie. Ja. Maar kijk, als... Geen vieze dingen of zo, maar ik hoorde gepraat. Laten we het daarbij houden. Ja, en kusjes. Kusjes, ja. En dat zij naar buiten ging. En op het moment dat ik die deur dicht hoorde gaan, ik draai mij direct om. Vertel eens, Maxi. Maar dus dat is onder hoe lang is dat geleden? Dat is ondertussen al een paar weken. Ja, vanaf de... Vlak voor de examen. Dus een maand. Iets meer dan een maand, denk ik. Anderhalve maand pakt. Anderhalve maand. Ik heb nog altijd een blessure, hè. Ja, je zei het daarnet. Hier. Maar mensen kunnen dat niet zien, hè. Hier. Ja. Allee. Heel aan mijn dingen. Mijn adductoren, ben aan een dokter geweest. Ja? Ik heb foto's gaan trekken en zo kinesist en al. Mijn adductoren zijn volledig overbelast. Dus ik heb iets uitgestoken. Ik was, ja, ik heb redelijk wat zwarte gaten van die avond. Dus ja? Ik heb iets uitgestoken. Mijn adductoren zijn volledig overbelast. Ik ben al 8 keer naar de kine geweest. En nog altijd kapot. Dus Emma... Als je dit ziet, if you see this... Oei. Maar ze negeert mij ook, hè, op al mijn DM's nu, als ik nu stuur. Dat is wel niet tof. Krijg je of als ik een antwoord krijg, dan is het zo 1 woord. Oh. Zo, ken je het zoals ze zo vraagt van, what are you doing? Oh, en dat is dan je antwoord. Wat heb ik nu? Ja. Zo, hahaha, antwoorden doe ik nu ook al soms. Dat is kut, hè? Dat is kut, maar als je vraagt, stelt dat... Ja. Doe, dat nee, 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 nee. Het is niet van, wat is uw favoriete kleur? Danny. Danny. Geen conversatie. Nee, maar gewoon... Ik ben echt niet goed als mensen zo iets zeggen van... Wilt je eens iets gaan drinken? Of, want ik vind u knap of zo, weet ik veel. Niet dat dat zoveel gebeurt, maar dat zeg, ik zeg gewoon... Ha, 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 ha. Dat maakt het nog pijnlijker voor die andere partij, hè? Ik weet het, maar wat moet ik die negeren? Maar nee, zeg dan gewoon op de man af. Nee, ik ben niet geïnteresseerd. Ja, ik ben te pussy dan. Ik wil gewoon niemand kwetsen. Ik weet niet hoe dat... Ik probeer... Ik zeg niet alleen haha. Ik probeer dan zo een mopje naar iets te maken. Zo dus weggaan van het onderwerp van... Ja, dat is ook niet top, hè. Ik is gewoon weglopen van je problemen misschien een beetje. Ik zeg gewoon al, ik zeg dat, maar gewoon zo een beetje verbloem van, ja, nee. Oh, wat goed is dat je kunt zeggen, nee, ik heb net iemand leren kennen die was serieuzer, dus ik... Ja, maar dat is ook zo, ja, liegen, want ik heb nooit nog niemand leren kennen. Maar je kunt toch altijd misschien zo net als net zeggen, kunt iemand leren kennen? Ah, ja. Of zo'n subtiele shout-out dat iemand interesseert. We zijn allebei nog single, by the way. Ja, stuur ons de verhaal, dit is zo een open shot. Als iemand ooit een montage maakt, Ender en Maxi being single for 10 minutes straight. Hij is van 98, 99? 99. 99, ik ben van 95. Oef. Ik ben altijd single, hè. Ooit al een vaste, lange relatie gehad? 5 of 6 jaar geleden. Ik heb een relatie gehad van 2 jaar. Mm. En dan was de... Ah, shit, dat is dan zo wat hetzelfde situatie als ik. Bij mij was het ook... toen ik die leeftijd had... Je hebt het vlaggen, hè. Nu is het tot 24, 25. Hè? Dus een podcast met mijn toekomstige zelf is dit gewoon. Binnen 4 jaar ga je ze terugkijken. Hey, maar die snor zo nog wat dikker. Zo'n boma-snor dat je zo wat kunt aan draaien. Dat is wel gewoon mijn nieuwe look, denk ik. Pure snor. Ik zou hem wel houden, zo. Ja? Maar dat is in en nu. Ja, maar het is ook gewoon, als ik hem nu volledig afscheid, dan is het ook weer volledig 10-jarig ventje. 10-jarig ventje. Ik zou dat... Maar hoe lang duurt mijn baard is terug op een week? Ja, oké. Okay, na een week is dat weer een stoppelbaard. Maar inderdaad, dat ik zo alles blijf trimmen, zo vrij kort, en dat ik deze zo dik laat. Ja, hier zo een stoppelbaardje. En dan de rest echt... Ik zou dat echt graag eens proberen, zo. Ja. Het zijn er echt veel dat... Ken de Eagle op Instagram? Eagle. Zeg me niks. De oprichter van Thrillers, zo die hiphopfeest die regent. Ah, nee, zeg me niks. Die heeft zo'n zwart snortje. Glins. Op Instagram. Nee, een liedje met Dutch Norris. Wat? Ah, nee, ken ik ook. Ook zo'n vettig snortje. Maar die klint hij ze zo ook eens zien hebben. Maar misschien wel. Jawel, kijk, ik ga hem tonen voor de mensen die op Spotify luisteren. Ik pak mijn gsm. Voor de mensen op YouTube, je ziet dit ook niet. Kijk, hier. Instagram, als je echt heel benieuwd bent. Wacht, hè. Oké. Hier, snortje. Hier, zie? Zo'n snortje.
Ja. Dat is in aan het worden, die snorretjes. Zou je dat zien? Dus we kunnen dat zien. Ja? Hier op mijn zicht. Oké, okay, voor de mensen die kunnen zien, even snorretje. Even snorretje. Maar dat is in, en alles van vroeger is terug zo in aan het worden. Oké, okay, laat ik het staan, hè. Ik zou, ik zou effectief... Wat geef ik dat morgen naar... Barcelona. Ik zou het laten staan. En als het in Barcelona te veel mensen nu uitlachen achter je rug, als je zo elke dag gepasseerd gelachen wordt, dan zou ik gewoon zeggen dat het er afscheid in Barcelona. Ja. Het ding is, we moeten naar Barcelona zonder... Ik weet eigenlijk, ik mag nog niks zeggen. Oké, in ieder geval, wordt een leuke video de komende week. Daarom moet ik nu echt voorbereidend werk doen. Ik heb mijn vlog van deze week, moet ik... Het is nu... Welke dag is het? Is het een... We zijn vrijdag. Vrijdag, ja. Ik moet die van woensdag moet ik mijn vlog al af hebben, maar normaal heb ik nog een hele week om te filmen eigenlijk. Maar hij zei... Dat vind ik zo zot. Hij kunt je vlogs kunnen, hij zo vlug op voorhand. Ik ben zo last minute, ik ben zo slecht, ik ben een uitsteller. Ja, maar ik ben aan het moeten beginnen doen, want bijvoorbeeld met de examens... Ja, nee, dat is dan ook een probleem mee, want bij uw vlogs is altijd, gaat altijd iets gaan doen. Zit altijd bij mensen. Maar het probleem bij mij is, mijn vlogs zijn altijd... Ik heb dan zo ben aan het editen, de woensdag of de dinsdag, en dan heb ik door van, oei, 3 minuten, 2 minuten. Nu, dus dan moet ik zo thuis zo nog achter mijn... In examens kunnen die mensen gaan lastigvallen. Nee, klopt. Dus dan is dat zo achter mijn bureau zo nog iets proberen vinden van dingen. Ja, nee, ik snap... Allee, daar heb ik ook die struggle. Daar ik dacht net dus, hè. Ik kwam hier naartoe en ik was eigenlijk gewoon aan het denken van, shit... Ik moet tegen vanavond nog 3 minuten beeldmateriaal hebben. En dat klinkt niet veel, maar als je zo naar mijn video ook kijkt, dat is inderdaad wat je zegt, is constant zo kort op elkaar. Zo'n snippet zo. Al. Ja. Maar uiteindelijk, het is daarom dat je... Maar je wilt zo niet kut zijn door zo altijd je camera boven te halen. Ja, dan. Klopt. Klopt. Maar ik probeer zo wel elke kans dat ik... Hier met TechMac weet ik, iedereen binnen TechMac vindt het niet erg als ik een keer vlog. Maar als ik had bijvoorbeeld gisteren met mijn vrienden van die schoten ook iets gaan doen. En ik had die al keihard niet meer gezien. En om dan zo je camera beginnen boven te halen, dat is zo inderdaad van, we spreken af voor dat video. Te doen. Hè, dat je natuurlijk helemaal niet het idee is. Tuurlijk wil ik die momenten ook vastleggen. Maar dat is nu, omdat het zo steeds serieuzer wordt op een duur, dat je... Je moet blijven content voorzien ook op een duur. Hè, want als je één keer mist... Ja, dan is het gedaan. Dat is ook zo al van die eerste keer. Ik heb bijvoorbeeld een paar weken geleden dat ik een dag later mijn video geüpload. En zelfs dat maakt al een verschil in views. Is dat hè? Maar het is dat kutte dat je zo relevant moet blijven. Dat vind ik echt relevant blijven. Goh ja. Maar het is gewoon, je moet gewoon denken van hoe lang ga jij nog iemand onthouden die niet... Als nu ineens een YouTuber een jaar niet post, dan is dat kei moeilijk om terug interessant te worden na een tijdje. Maar je hebt er zoveel hè. Hoe noemt hij daar? Acid heeft nu, denk ik, al een week, 2 weken niets geüpload. Is het? Maar elke keer als hij iets uploadt, zegt hij iets dat hij niet mag zeggen, waardoor hij een strijd krijgt. En dan mogen de x aantal dagen niet uploaden. Serieus? Als je zo'n YouTuber bent met 400.000 subscribers, en je komt van een schedule van elke week 3 keer te uploaden, naar een schedule van de hele week of 2 weken niets uploaden, dan ga je het ook wel voelen in je... In uw dingen, zit in uw inkomen ook en zo, waarschijnlijk. Maar die vriend, nee, hè. Hij heeft een keer overgaan. Al zijn video's staan op non-monetized, omdat hij altijd wel iets zegt van... Maar dat heb ik eigenlijk ook wel. Ik heb echt heel weinig video's die monetized zijn. Maar ja, je kunt toch pas monetized inkomen krijgen vanaf... 1000 abonnees. Is dat vanaf 1000 abonnees? 1000 abonnees en 400 uur watchtime in het afgelopen jaar. Oh, dat wist ik niet. Ja. En dat is bij mij echt kut, want ik had zo echt al vrij lang die watchtime, had ik al een tijdje gehaald. Dat was echt zo naar die 1000. En dan dacht ik van, oké, nu kan ik geld beginnen verdienen. Maar het is geen vetmek hoort, hè. Niks, hè. Niks, hè. Ik heb een paar video's waar ik toch kan monetizen. Verdien ik gemiddeld €0,50 mee. Ja, maar ik heb dat ook al gehoord. Dat je echt... Je moet echt al tegen de 100.000 views zijn, tegen dat je echt kunt zeggen van, hier haal ik echt dikke flapjes uit. Klopt. En ook gewoon... Ja, dit is nog even bij mij. Ja, maar ik heb nu dus in... De bijna anderhalf jaar dat ik aan het uploaden ben, heb ik €7 verdiend. Wat dat op zich is dat wel nice, want uiteindelijk is dat gewoon door iets te doen wat ik leuk vind. Ik zou sowieso video's maken, het is voor mij niet voor geld, maar dat is wel gek. Als je denkt aan alle uren, als je dat als uren dat je werkt begint te beschouwen, dan is dat wel zo van, dat is... Maar ja, maar dat wel, als ik nadenk, gelijk PewDiePie of zo, die uploadt 2 keer per dag soms. Ja. Elke video pakt minstens 2 miljoen views. Ja.
Maar die is ook vaak demonetized natuurlijk. Ja, maar dan, als ook één keer niet gedemonetized is, hey, die moet daar nog een beetje geld hebben zitten. Ja, ja. Man. Sowieso. Dat is wel niet juist zo. Maar nu is het zelfs meer, die heeft zo video's met... Is met Minecraft begonnen terug, hè? Heb je dat gezien? Ja, maar met die neen daar, hè, waar dat er zo'n controversie rond was. Ah, Ninja. Nee, James Charles. Die make-up, ja. Heeft een Minecraft video gemaakt met James Charles. Maar echt ook met Ninja en zo, echt heel grote namen allemaal. En ja, daar moeten we ook wel mee cashen, want nu Minecraft video's hebben tussen de 8 en 12 miljoen views, hè. Verstaak ik niet, Minecraft. Tussen 8 en 12 miljoen mensen die het interessant genoeg vinden om u een spelletje te zien spelen. Maar en dit is dan nog het saaiste spel van alle spelletjes dat er zijn, hè? Maar eerlijk, ik kijk die serie, ik vind het fucking lachen. Minecraft, nee. Elk ander spel wil ik kijken, maar Minecraft kan ik echt niet naar kijken. Ah, ik vind het echt lachen. Vind ik zo saai? Maar ja, ik weet niet, ik zou het zelf niet spelen. Ik heb het even gespeeld en ik was vrij snel beu, gewoon omdat dat niet mijn ding is. Maar moet daar ook zo ruimtelijk inzicht nog worden? Ik heb dat niet. Hè. Ja, nee, maar bijvoorbeeld als mensen echt gave dingen kunnen bouwen, vind ik dat niet erg om te zien. Ja, maar het van die zotte dingen, als daar zo... die stad in Italië van Assassin's Creed. Is dat Firenze? Denk het. Ja, Firenze. Maar alles, hè, zelf de binnenkant van die kathedraal en al, tot op puntje nagemaakt. Dat is zo. Toch je wel vraagt, van waar zijn hij mee bezig? Ja, dat is wel gek. Of zo, echt zo portretten dat ze maken in blokjes. Nu stoort het mij toch wel. Ik denk echt dat die camera een beetje scheef staat. Kijk, ik ga proberen fixen en ondertussen slechter te maken. Praat maar verder over iets. Dat staat al scheef, maar nee toch? Nee. Volgens mij staat dat niet scheef, zie. Nu staat het scheef. Ik heb geen onderbroek aan. Jawel. Nu staat het scheef? Nu staat toch recht? Okay. Heb toch je lijnen op je camera dat zo die rasterlijnachtig geven? Oké. Dus Spotify, het staat recht. Hoort ons nog? Ik vraag me gewoon af dat je mijn wenkbrauw hard ziet. Maar bij u valt dat echt goed mee, ze. Bij u lijkt het gewoon gelijk dat je ergens zit tegenlopen en dat is... Boy, ik moet morgen naar een event. Mm-hmm. Belangrijk, niet belangrijk, maar het is... Chic. Het staat een ding is chic. Dus je moet mooi binnenkomen, hemdje, deftig eruit zien. En ik ga daar binnenkomen met twee echt... Ja, op Spotify kun je dat niet zien, maar echt, ik heb in mijn wenkbrauw, mijn rechter wenkbrauw, naar het uiteinde toe heb ik zo twee... Streepjes. Echt dikke strepen in mijn wenkbrauw. En terecht, zo de Adidas-streepjes. Ja, maar je ziet ze echt hard, hè. Ja. Eén streepje kun je nog zeggen van, ja, dat is een litteken, maar twee? Ja. Wat zeg je dan? Dat ligt al mijn nietjesmachine of zo op je gezicht. Oh, man. Ik ga vanavond echt kijken of dat met zo'n potloodje... Ah, zo kun je bijvullen. Ik ga dat checken. Van, mijn mama haar make-up kast. Of mijn zus. Van ergens anders haar proberen pakken. En van mijn poepsnor. Zo'n beetje eraf. Oksel haar, dat zijn ook van die ook niet. Eén oksel is volledig geschoren. Ah ja, dat heb ik moeten doen trouwens. Voor kan hier, die kan ik pakken. Mm-hmm. Wat een verschil. Kijk. Ik ga mijn zus haar make-up kast zetten. Die zit toch op door. Ah, chill. Dat is Eloïse als ze nu kijkt. Sorry, ik heb nu make-up kast gekeken. Zou je zus kijken? Maar mijn zus is zo... Die is zo... Je zou denken, mijn zus, die zou mij in alles... Maar ze steunt mij wel met dingen. Nee. Maar ze zou ook bijna zo naar al mijn vlogs kijken, naar al mijn dingen. Nee hè. Ah, maar Olaf ook niet, hoor. Olaf doet dat ook niet. Ik zou verwachten. Ja? Zeker. Ik heb nu wel voor... Ik zoek een nieuwe catnetrapper, hè. Voor ja, ja. Dus ik heb poging gedaan tot filmpje gemaakt van 1 minuut. Daar heeft ze wel zo mega in... Geholpen. In voor vaak. Ik zou dat doen. Ah, dat is leuk. Dus daar is wel een hoop. Maar zo'n vlogs zijn al? Nee hè. Dus het zou mij echt verbazen, moest je kijken. Dus Eloïse, als je nu kijkt, je bent aan het kijken, krijg je nu van mij een gratis, mocht op mijn gezicht komen slaan. Nu, als je nu recht staat, mocht je op mijn gezicht komen slaan als je kijkt naar de podcast. Oh mijn god, ik ga je zus een bericht sturen als ze me kijken bij mij. Zo brood. Op je gemak aan het werken. Stel je voor. Fuck, is het probleem. Terugslaan. Nou ja, maar is zij wel bezig met sociale media? Want jij bent duidelijk wel... Nee, mijn zus is... Kan je niet zijn anti-sociale media, maar ze is er zo totaal niet mee bezig, gelijk. Ik ben ook van mijn hele vriendenkring, omdat ik ze wel wat kut vind soms. Ja? Ik heb zoveel... als je zo in een groep zit met mensen, gelijk nu dat ik TechMac, mensen bekend van TechMac, heb je dat wel. Mm-hmm. Maar heb zo, als je in een groep zit waar dat iedereen sociale media haat, dan moet je gelijk alles tot op het punt voor TechMac, van volgers en alles van dingen, heb je zo volledig zelf moeten sprokkelen. Terwijl als je zo in een groep zit van mensen dat op sociale media bezig zitten, en ik hier, kunnen elkaar altijd wel helpen. Dat vind ik leuk, echt zo'n groepje die ze allemaal zo met iets of wat creatieve dingen bezig zijn. Voilà, dan kunnen elkaar de mensen die wat steunen. Terwijl, mijn maat doen allemaal van die zware opleidingen, van die mega zware dingen. Dus... Maar dat is bij mij ook, en wij studeren allemaal in Leuven, meestal economische richtingen of geneeskunde of zo. En dat vind ik juist nice, dat die zo
juist niet met sociale media bezig zijn, dat ik zo dat contrast heb, dat ik inderdaad hier kan toekomen, mijn camera heel te, kan vloggen, maar dat ze ook wel gewoon, als ik dan bij mijn andere vrienden ben, dat die gewoon zeggen van, hey, influencerje van mijn voeten, weet ik veel wat, dat die gewoon ermee lachen. Dat ik zo ook niet helemaal in dat wereldje zit van, ah, en kom, alles moet op camera staan en zo, dat die ook gewoon zo zeggen van, nou ja, doe het normaal. Gewoon om te lachen, hè. Zalige mannen allemaal. En ik heb die heel graag op camera ook, maar het is soms ook wel zo even bevrijdend om gewoon zo te chillen met die gasten. Nou, maar dat is al zo wat... Ik zit dat soms te veel op mijn gsm. Dan moet ik echt even wat... Soms kan je proberen om mijn gsm even weg te lezen, want om duur gaat er wel wat over, hè. Nee, ik heb de laatste tijd wel dat ik echt gewoon minder op mijn gsm zit. Maar daarom wil ik... Want iedereen heeft op zijn Instagram zo een ding staan dat je kunt kijken hoeveel uur... Hoeveel uur dat ze op Instagram hebben gezeten. Ja, dat heb ik ook. Maar ik heb dat niet staan. Ik wil dat echt weten, want ik zou volgens mij echt legit gedegoteerd zijn van mijn eigen. Ja, maar... Ik zou erover gaan. Ik had dat ook. En dan heb ik zo een timer ingezet voor een alert van... 1 uur per dag, als je 1 uur erop zit. En elke keer als dat afging, dan leg ik gewoon mijn gsm weg. Probeer ik niet meer op Instagram te gaan. Even die dag. Zelfs, dat lukte vaak niet. Maar ondertussen kom ik niet meer aan die alerts vaak. Zit ik minder dan een uur op Instagram per dag. Wat dat voor mensen die niet met sociale media bezig zijn, is dat waarschijnlijk nog steeds... Is dat geen accomplishment? Ja, zoals dat niet kunt, denk ik een uur niet op Instagram zitten. Ja, nee. Een uur niet op Instagram, als in... Een volledige dag, maar 1 uur op Instagram. Ah, wat? Dat is mijn ding dat ik nu heb. Nee, dat is ook niet. Want ik bijvoorbeeld, nu heb ik ook nog niet... Ik weet niet, de alert is nog niet afgegaan. Het is ondertussen al 6:30. Shit, nee, dan roepen, gsm. Voel hem zo niet roepen? Nee, ik voel hem niet roepen. Ik heb dat, en zo die FOMO, ik heb dat echt. Hè. Ik heb echt schrik dat er zo'n keer iets zot gaat gebeuren. Dat is mijn ding, want iedereen... Allee, uiteindelijk, hoe vaak heb je gsm even weggelegd en was er ineens... Is er een bom ontploft? Weet ik veel. Dat gebeurt. Ja. Dat is bij mij nog nooit gebeurd. Nog nooit. Ik heb ook altijd gedacht van, oh shit, en ze gaan mij nodig hebben. Maar uiteindelijk, hoeveel van de berichten dat jij binnenkrijgt op een dag zijn echt super dringend. Maar of dingen, als ze je bellen, dan ga je echt zo... Terk. Ik, zo, als ik werk zo... Ik werk in de fitness in mijn studententijd. In mijn weekend. Ja. Maar dat is zo vrij vaak dat ze zo de dag zelf nog sturen. Van ja, kun je nu komen werken. Want mensen denken, het is altijd om niet te storen, hè. Maar als ik hem op, ik zit de tokkel op mijn gsm, dan zie je dat onmiddellijk binnenkomen als ze weg ligt. Mm-hmm. En is dat dan, shit, en dan ga je dan zelf nog moeten terugbellen. Dat zit ook met problemen, hè. Dat is op je kosten. Ja. Maar dat gaat goed, hè. Ik ga het doorgeven als, wat is daar? Als extra kosten. Ja. Maar dat moet ik weten. Ik haat dat als mensen mij bellen. Ja? Is dat bij, ik heb zoveel mensen dat u bellen voor gewoon zo iets te vragen wat je in een bericht ook kunt sturen. Mm-hmm. Ja. Ik haat dat, ik bel echt niet graag, ik doe dat niet graag, ik haat dat als... Ik denk echt dat dat iets van onze generatie is. Ik voel mij zo... Ik weet niet, awkward aan het telefoon. Ja. Maar dat is, ook, eigenlijk ook hoe dat veel mensen volgens mij al minder makkelijk live praten dan sms'en. Maar dat hebben vooral veel van die events, van zo'n influencer-events. Fucking hell, man. Boy, mensen dat u zo echt al volgen en ze sturen nu... En ze reageren op je story. Ja. En dan zie je die live en... En niets, en mijn eerste reactie is dan echt zo kijken van erkenning. Ja. En dan is dat echt... Ja, zo die kijken dwars door je. Ja, maar echt, hè. Waar de fuck ben ik beland? Ik heb dat gehad bij Toy Story. Namen noemen? Nee, ik ga geen namen noemen. Ah, maar ja, ik ga namen noemen. Nee, doe maar niet. Dat was op Toy Story. Ja? Ook, ja, iemand dat mij al, denk echt al jaren al volgt. Hier ook uit Gent, zo af en toe een keer van, ja, je moet daar een keer naartoe en daar naartoe. Op je Ferrari, ja, hier, van, ziek lachen. Ik zie echt net waar dat hij nu zit, zo passeer ik hem. En ik heb zo mijn standaard ding als ik iemand zie, zo keer. Ze dat doen. En ook, ik was echt zo... dwars door u kijkt met zo'n blik van wie zei hij. Dus dat vind ik echt vuil aan die influencer-dingen. Ik vind dat gewoon jammer. Want ik heb dat zo in het begin van deze podcast ergens heb ik gezegd dat ik naar, weet ik veel, Captain Marvel ging, de première, en daar zei ik van, dat is zot, niemand zit daar op zijn gsm. Maar, dat ik echt van première tot première, als er echt zo meer echt influencers dan zijn. Dat is een tijd, want bij Captain Marvel waren echt bv's en zo, mensen van tv. En dan waren er influencers op wat was de laatste, Aladdin, die ik ben gaan zien. Dat is echt een verschil. Bij die bv's dan, die zitten allemaal in camera's en zo in hun broekzak, terwijl influencer event is echt allemaal op een gsm en stories en editen op dat moment. En inderdaad, zo is de mensen die dan ooit de moed hebben gehad om echt dag te zeggen, die kennen elkaar dan zo. En dat is zo, maar dat was spijt, want zo'n event geeft dan net een keer de kans om echt elkaar wat een echte ding te leren kennen en dan toch nog zo... Ja, ik vind dat ook jammer. Allee, we hebben er veel, like, Dieter, van vriend van Joffrey. Ja. Like, hij doet altijd die... stapt het event rond.
trekt de foto's dat hij wil gebruiken. En dan nadien edit hij alles, dat hij zo intussen door nog wat kan praten met mensen. Dat vind ik dan slimmer, dat je gewoon foto's op voorhand trekt en dat je dan terwijl nog minstens kunt praten met mensen. Ja. Terwijl je daar gewoon zo heel de tijd... God. Ja, ik vind dat ook jammer. Maar ik bedoel, ik doe dat ook soms. Daarnet heb ik een story opgenomen, ik heb die gewoon nog niet gepost. Ik kan die straks wel even editen, maar dat is gewoon leuk. Ik vind het nice als je gewoon even snel iets kunt filmen, video kunt opslaan, gsm kunt wegzetten en dan nog genieten van het moment. In plaats van als je dat filmt, en dan editen en dan, ja, dan is het moment ook zo gedaan. Hè. Dat doe ik ook wel nog veel. Als ik zo al te veel op mijn dag heb gepost op mijn story, dan kunnen ze dat kunnen ze dus dat voor zo'n een dag. Als je zo in een dag hebt van oh, vandaag nog niet veel gepost, dan ga ik dat keer posten. Ik ook al gedaan. Zijn dat mensen, doe ik wel veel, zo. Maar dat is trouwens social media, je kunt daar zo wat mee, mee spelen, hè. Ja, inderdaad. Kunt u zeggen dat het letterlijk... Het is daar een ding door geweest, een YouTube-serie over een meisje dat letterlijk een week lang haar hopen moet naar huis, maar zij had online haar gefotoshopt en foto's in Bali en heel die dingen. Dat ze zo een week lang zo zegt in Bali zat, maar eigenlijk zat zij gewoon een week lang naar een ding dat je echt op social media kon super veel faken. Ja. Super veel faken. Is dat het? Je kunt echt influencer worden vanuit je zetel. Maar ja, maar heb je dat niet gezien? Construction Dad, dat is dus een mens. Mm-hmm. Zijn dochter was bezig over sociale media van ja, kijk, die. En die papa, een normale mens, een arbeider, zei van ik kan dat ook. Mm-hmm. En die is gewoon letterlijk begonnen met een foto uploaden. Oh, wacht, Construction, iets met Dad. Ah, nee, fuck, en ik kan hem niet vinden. Construction Dad. Wacht, hè. Ik ga hem vinden. Dat is echt een werkman die... Construction Dad. Construction Dead Influencer. Kijk, zie. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Just a construction guy. Just hier, kijk. Just a construction guy. Kijk, en is letterlijk begonnen. En heeft 532k op Instagram. En zijn allereerste dingen was van... Hi, I'm Omar. This is my office. 4 mei, hè. 4 mei dit jaar is hij begonnen. What the fuck? Om zo om te zeggen van... iedereen kan influencer worden. Uh-huh. En kijk, echt letterlijk gewoon zo van die... Van zijn werk... De foto's nog wel, maar oké. Okay. Niet om te zeggen dat je ineens 542k hebt. En dan hier had hij een filmpje gemaakt om te zeggen van dank wel voor alle liefde. Ja. Ja, super bekeken, hè. Zot. Ja, die is op Ellen DeGeneres en al geweest. Dus als je ooit een keer wilt kijken, Just a Construction Guy. Je kunt het waarschijnlijk weer niet zien, maar die is dus effectief. Dat is toch wel de moeite, inderdaad. Om aan te tonen aan zijn dochter van, ja, kijk, dat zijn hier zo speciale mensen. Dus kijk het voor die dochter, dan zit hij daar, ja, met twee likes of zo. En hij zit daar ondertussen met... Papa, hij loopt me al fijn. Maar is dat dan gewoon omdat hij zo specifieke niche heeft? En... Nee, maar dat is volgens mij omdat hij zo... Die is real. Je hebt zoveel mensen die zo... Als op sociale media, zoveel mensen dat je... Die zien er super nice uit, zo. Ja. En dan was het echt die, kon er net door van, ah, dat is eigenlijk gewoon een persona, als ze dat ze er wat fake voordoen. Die is echt, je ziet dat. Die is echt op sociale media. Grappig. Dat is denk ik wel. Want ik vraag mij wel af, hoe wordt die dan ontdekt? Maar dat is één, als je iets doet en dat wordt opgepakt door één van die, zo, Led Bible-achtige dingen. Ja. En dat wordt één keer daardoor gedeeld, dan is het vertrokken, zo. Dan een Led Bible, gaat dan naar dat, gaat dan naar dat, gaat dan naar dat. Dat, ik zeg het, dat gaat snel door, zo. Het is gewoon één keer, dat is pijs bij alles op sociale media, één keer ontdekt wordt en je bent vertrokken. Klopt, dat is ook soms David Dobrik, ik praat er heel veel over op deze podcast, dat is een van mijn favoriete YouTubers. En dat is echt gewoon, die heeft zo ook, iets wat ik ook aan het doen ben, by the way, wegwerpcamera's gekocht. Dat is de... En daar een Instagram-account voor gemaakt. Binnen de week had dat meer dan 1 miljoen volgers. Maar hoeveel volgers is volgens zijn main-account? Ja, hij heeft 8 miljoen, denk ik, of zo. Die engagement is ten eerste fucking geweldig. Dat als je echt een achtste van je volgers kunt overbrengen binnen de week, dan is je engagement toch geweldig. Dat zijn maar zeker. Ja, want ik ben ook gaan beginnen volgen. Ik ben zelfs hetzelfde na beginnen doen. Maar ik denk dat gewoon, zo'n persoon kan dus letterlijk in een week iemand beroemd maken. Ja, maar als hij echt dezelfde moeite doet en gewoon zegt van oké, ja, ik ga vanaf nu u beroemd proberen maken. Maar logisch... Als je zoveel volgers hebt, 8 miljoen mensen dan een naam één keer zien passeren of twee keer zien passeren. Ja. Als er van die 8 miljoen, zelfs zijn er maar 300.000 dat er op die naam doorklikken. Ja. Je bent in België zijn al influencer boven de 10k. Hè? Echte volgers wel. Hè? Ja, ja. Echte, niet fake volgers. Mm-hmm. Maar in België zijn al influencer boven de 10k. Hè? Mm-hmm. Wereldwijd zit al over de 100k. Maar je merkt dat echt zot bij sommige dingen. Zeg je wereldwijd over de 100k influencer? Ik ken al die nummers. Wereldwijd zijn er geen...
dat is voor gezegd, maar als je in Amerika 10.000 volgers hebt, zijn je geen zak waard. Hè? Nee, klopt. Maar als je in Amerika wordt al als influencer gezien, dat is ook veel groter. Hè? 100.000. Right. Dus daarom was het wel. Maar in België, maar dat hangt er vanaf. Als ze het Nederlands doen, ik, bij ons is altijd Nederlands. Ja. Ik dacht in het begin van nooit van mijn leven dat je daar een soort following kunt hebben. Ja. Maar als je... Ik volgde al even de broer van Roos op Instagram. Die kerel van Boos. Boos? Die maakt zo video's op YouTube dat hij zo... Oh, dat is fucking lachje. Mijn rapper George heeft zo'n video gemaakt. Dus hij is een of andere huisbaas van... Ik ken zijn video's. Een of andere emo-makelaar die... krotten verkocht en zo. Ja, wel, en die had altijd al zo gaan aanspreken. Ja. Ah, wel, die heeft zo los 300.000, dat is Nolander wel. Ja. Maar dat is wel, daar zit in België zeker ook wat mogelijkheid voor. Hoe het ja, ik denk ook wel. Maar gewoon, ja. Het gaat nooit om te zijn. Maar miljoen, ja. Ja, Enzo Knol heeft miljoenen, hè. Die heeft 1 miljoen volgers op Instagram ook, volgens mij. Is die 1 miljoen? Volgens mij wel. Enzo. Enzo Knol? Ja. Enzo. Zo gek dat wij zoveel over volgers bezig zijn, eigenlijk. maar het is ook een beetje dingen, hè. Ja, 1 miljoen 500. Dat is wat pittig. 1 miljoen 500 zelfs. 1 miljoen 500.000. Check, maat. Dan zitten wij hier elke dag stories en video's te maken voor... Blijven posten. Maar ik vind dat ook wel leuk, die stories. 5.000? Heb jij ook 5.000 ongeveer? In de 5.000? Ja, in de 5.000. Zot, man. Het is toch mij zo. Tuurlijk, maar... Het is voor mij wat een... Hoe noemt dat? Een bevestiging? Nee, een uitlaatklep. Ah, sowieso, vind ik ook, hoor. Want ik ben echt zo lichte ADHD. Echt? Ik heb ADD, heb ik. ADHD denk ik niet, maar ik heb al zo... Ik heb het, soms veel energie. En dus dat voor mij, sociale media, zo die verhalen. Ja, dat is daar cool. Zo echt zo'n keer... En er is een story aan het plaatsen. Ja, sorry, maar ik ben phone, hoor. Ik ben nu zelfs aan het taggen. Oh, shit. Trouwens... Ja, zeg maar eens eerder. Ja, nee, dat was denk ik dat voor mij een goede uitlaatklep is, die dingen, sociale media. Voor zo. Ja, al je ideeën in je hoofd kun je dat dan allemaal op uitspuwen. Ja. Amai, ik zag net een berichtje voorbij komen dat ik echt niet op wou antwoorden. Wat een berichtje was dat? Dat is een meisje en dat is een van die dingen waar ik net zei van, vind ik moeilijk om op te antwoorden, want het is zo net iets te agressief voor mij. Dat echt, is te direct. Ik kan gewoon een belachelijke story posten, zoals de meeste van mijn stories. Dat ik zo de filter had van space, dat er sterren waren achter mij. En ik had zo de lyrics van I'm spacing out erop laten komen. Fucking belachelijk, boeit niet. In ieder geval, meisje reageert erop, wow, jij bent knap. En ik zeg, hahaha, thanks, Maji. Zoals zo antwoord ik dus op van die DM's. Ik weet gewoon niet hoe ik anders moet reageren. Want dat is toch een dat vind ik nog oké, aanvaardbaar. Wat moest je nu gestuurd hebben? Gaan we iets gaan drinken? Ja, maar dat is het volgende berichtje. Ah. Oké, ik ga die niet exposen, maar in ieder geval... Hoe kun je goed iemand afwijzen? Maar het scheelt dat hij het verleden nooit zou afwezen. Heb je nooit afgewezen geweest? Ik wel, al veel. Ja? Maar ja, ik ben echt niet, maar in sociale media ben ik zo vrij... Want ze zien het ook niet, ben ik vrij direct. Ja. Ik hier, ik heb... Dat was al even geleden, hè. Kijk, hè. Zitten ze nu weer al? Ah, hier. Maar dat weet je eigenlijk ook al gewoon van de eerste keer, van die is niet geïnteresseerd. Ja. Hier. Het eerste wat ik had gestuurd, was... Even terug, hier. Het eerste wat ik stuurde is, hallo, gaan we naar de cinema? Ik betaal. Dat is inderdaad heel direct. Wat zij stuurt, haha, dat is direct. Dus daar kreeg ik al geen antwoord meer op. Dus dan van 4 maanden, 5 maanden later stuur ik van ja, still waiting op cinema. Okay, ja. En dan antwoordt ze weer van hahaha, still waiting op invite. En dan zeg ik van ja, je bent uitgenodigd. En dan zegt zij bedankt. Maar als ze daar niet op ingaat, dan weet je al dat ze niet is geïnteresseerd. Hè. Nee. Dus heb ik liever dat ze mij zo afwijzen of niet dingen, dan weet je tenminste dat je verder kunt. En dan kunnen nu gewoon gelijk volwassen mensen naar elkaar blijven sturen. Maar dat je weet dat ze niet zijn geïnteresseerd in je. Dan kunnen tenminste... Dan kun je gewoon beginnen lachen. Ja. Okay. Nee, meeste mensen doen het andersom. Die beginnen een vriendschap en proberen... Of beginnen eerst aan te pappen en beginnen dan... Nee, want dat is gevaarlijk. Dan word ik echt nog gekwetst. Ja, ik ben zo een... Ik word supervlug... Ik krijg supervlug gevoel, zeg ik. Onmiddellijk, als ik iemand leer kennen. Ik ben de soort gast, ik leer iemand kennen. En ik ken die zo een week. En dan denk ik in mijn hoofd, dan ben ik van... Oké, hoe gaan we ons kinderen noemen? Oef! Oef, dat is heel direct inderdaad. Ik ben zo onmiddellijk in mijn hoofd, als ik zo onmiddellijk na een week al denk van, oh, dat is een wijze, denk ik in mijn hoofd dan onmiddellijk van, oké, hoe ga ik dat hier aanpakken? Hoe gaan we ons kinders doen? Gaan we dat doen? En dan is dat elke keer, na x aantal weken of maanden, van, ah, oh, niet geïnteresseerd, of, ah, oh, lief, of dat, of dat. En dan is het zo, ah, oh,
ben ik dus altijd zo een paar weken even heartbroken en dan. Dus aan iedereen die een gezin wilt starten, stuur Maximilian Breijen op Instagram. Ik heb legit ook een lijstje staan op mijn gsm met namen voor mijn toekomstige kindjes. Oh, dat wil ik even zo wel zeggen. Kijk, hè. Dat is een namen, meisjes en jongens. Ja. Dus ik zal de namen hebben. Voor meisjes hebben Edith, Uma, Elian, Artemis, of nog een van de Griekse dingen, en Thalia. En Uma is van de Uma Truman, van de... Nee, dat is, dat is gewoon... Een meisje in mijn klas noemde vroeger Uma. Ik vond dat nog een nice naam. Okay, dus ik ga dat pakken. En voor de jongens hebben we... Dat menen is allemaal... allemaal Griekse mensen. Julius, Alexander, César. Apollo is er misschien een beetje over. Hè. Ja. Ares vind ik ook nog nice. Aster. Uh-huh. En Seth wil ik er misschien ook nog bij zetten. Dat ben ik nog zeker. Dat zijn ze de naam. En als ik elke keer als ik dat zo iemand tegenkom en ik zeg van... Dat is nog speciaal. En ik indruk ook nog speciaal naam. Yeah. Allemaal namen dat je niet veel hoort... Dat wil ik aan mijn... Ik wil niet zo'n Jan of een Kevin of zo. Dat is de standaard. Iedereen noemt zo. Ik heb toch liever een naam dan niemand heeft. Ik klopt. Ja, nee, dat vind ik ook... ben ik wel blij met mijn naam eigenlijk. Maar er wordt veel meer lachje. Allemaal oké. Maar je kunt ziek veel grapjes doen met je ding, met je naam. Zo van die woordspeling. Klopt. En de rest... En de rest is geschiedenis. Dat vind ik Ender nu. Was eens... Maar zie, nou, dat kunt mensen zo wat spelen. Voor mij is het Ender. Ender, wat is goed voor mij. En wat gaat doen als ze Tom noemt? Niet zeg ja. Goh. Tom, tomaat. Kunnen ook nog wel wat dingen. Als je echt nadenkt, kunnen we iets verzinnen volgens mij. Maar wat ik eigenlijk wil doen, waarom ik wederom op mijn gsm zit, is een shout-out van deze week zoeken. Die geef ik elke week geef ik iemand van Twitter een... Hoe kies je dat nu eigenlijk? Een roep. Iemand dat daar retweet, of wat was het? Iemand die mijn tweet retweet. Amai, wow. Je tweet last... retweet. Mijn tweet. Deze. Maar ik heb eigenlijk twee van die tweets gepost. Wat denkt u van ons Julie Eikmans? Oeh. Dat klinkt goed, heel. Julie. Ongelooflijk bedankt om te luisteren. En eigenlijk, voor iedereen die aan het luisteren is nu, laat mij weten hoe de fuck dat je iemand afwijst zonder te hard te zijn. Ik zeg het. Post het op je story, tag mij of stuur mij gewoon een berichtje. En dan weet ik dat ook eindelijk. Eindelijk? En stuur me daarna of we samen iets gaan drinken en dan zal ik je afwijzen. Nee. Maar nee, oprecht, als er iemand een leuke, niet pijnlijke manier zit om af te wijzen. Niet dat ik dat zo vaak nodig heb. Nu klinkt dat fucking arrogant. Ik kan zo elke dag berichten krijgen. Mensen drinken met mij. Nee, maar ik denk gewoon, er is... Ja, als je er een weet, laat het ons weten. Als je met 18 in de story zou ik het reposten. Ja, de camera is niet uitgevallen. Dus eigenlijk vind je het een top moment om af te sluiten. Ideaal. Heb jij nog iets dat je heel graag gewicht kwijt wilt? Ik voel mij vereerd dat ik eindelijk op de podcast mocht. Ja, we hebben het lang laten aansluiten. Ja, nu ben ik blij dat ik er bij mogen opkomen. Ik ben ongelooflijk blij eigenlijk. Dat je kon. Dat je zin had ook gewoon. En dat je zo je verhaal wilde delen met ons. Met de mensen. Ja, we zijn hier nog gebaren aan het doen alsof we voor een camera staan. Dat is niet het geval. Ik denk dat we hier best. Kunnen ze nog ergens volgen, by the way? Dat is letterlijk de gemakkelijkste ding voor te volgen. Hè. Overal, al sociale media. Overal, Maximilian Breijen. Perfect, dat is super simpel. Makkelijk. Als je mij om een of andere reden zou willen volgen, at in de Scholtens op alle sociale media. Zie, ook super moeilijk. En abonneer op de podcast, waar je ook luistert, YouTube, Spotify, iTunes. En tot volgende maandag. Dat was... zit er niet. Ik heb met mijn vingers geknipt. Dag, we zwaaien nog eens naar de camera die uit is. Tot volgende maandag. Daai. Super, merci, man. Woppa. Dikke neuren. Hebben we dat ook gehad, hè? Maar moe, hè.